Welkom vanuit het Philips Stadion in Eindhoven. Daar komen ze aan, de spelers van PSV zonder Sam Lammers. Gaat PSV verder in deze competitie en dat gaan ze doen voor 8000 toeschouwers zo ongeveer. Hier zien we de spelers van Emmen. Zij die dus een valse start kende met die nederlaag in eigen stadion. Tegen VVV de opstelling van PSV met 4 aanvallend ingestelde spelers. Met daarachter het blok Rosario Thomas. Een basisplaats voor Ihattaren. Een basisplaats voor Madueke, de Engelsman. De jongste basiself bij PSV in bijna 6 jaar tijd. Lammers dus uit de ploeg. En Mauro Junior op de bank. Hier staan de spelers van Emma die het moeten gaan doen. Telgenkamp staat onder de lat. Het is dezelfde ploeg die verloor van VVV. Met Bijl, met Araujo, met Veendorp en met Kavlan. Daarvoor 2 man, Tiebling en Chacon. Een linie van 3 met Lauwersen, Peña en De Vos. En in de spits de Kroaat, Marco Kolar. En hier komt Emme voor het eerst met de bal van de eigen helft af. Hier. Dan is het ook meteen 3 van Emmen tegen 3 van PSV, maar het wordt goed opgelost door deze. In samenwerking natuurlijk ook met de nieuwe keeper, Yvon Vogel. Eén keer werd deze wedstrijd gespeeld in de Eredivisie in Eindhoven, PSV Emmen. Oktober 2018, toen werd het 6-0. Hier is het schot en dat schot is goed van Ihattaren. Prima ingespeeld, Rosario. En hier heeft PSV de bal alweer terug. Thomas, Max. Ihattaren nu even hier. Malen. Madueke. Blok van Kezaya Veendorp. Max. Ryan Thomas. En Malen verlengd. Daar waar Gakpo helemaal vrij was. Gakpo. Malen, Madueke, lastige hoek. Dus kiest hij voor de voorzet, de jonge Engelsman. De Vos krijgt de bal mee van Peña. Dat is een goede bal van Peña. Chacon. En ruimte bij Bijl. Lauwersen. Chacon. Glenn Bijl. Bewaart niet echt goede herinneringen aan dit stadion. Want de enige keer dat hij hier speelde, Bijl, verloor hij niet alleen met 6-0. Maar werd hij ook nog met een rode kaart van het veld gestuurd. Lauwersen, Bijl. Lauwersen. Dat is aardig gevoetbal door Emmen. En hier een kans. En een goede kans ook voor Peña. Geen hands. Zo geeft scheidsrechter Martin van de Kerkhof aan. Het is ook geen hands. Eerste hoekschop. Kunstig verlengd door Veendorp. En hier een mooie doelpoging van De Vos. Schitterend uit de kruising getikt. Door die Zwitserse keeper en Vogel. Zo laat Emmen zich nu nadrukkelijk zien. Malen. Ruimte genoeg. Dumfries. Sneller dan De Vos. Denzel Dumfries, maar De Vos is er wel om Dumfries af te stoppen. Ihattaren. Gakpo. Max. Malen vrij voor de goal en raak. Nonny Madueke maakt de goal. En als hij het niet had gedaan, dan had Malen hem wel raakgeschoten. PSV staat op 1-0. Even ligt er te veel ruimte voor PSV en dan kan Emmen het eigenlijk niet meer belopen. Kan Emmen het niet meer repareren. Ihattaren verplaatst het spel. Max helemaal vrij, krijgt de bal precies op het juiste moment. En dan is het 1-0.
Vrij trap Max. Schitterend gedaan. Peña door de benen bij Thomas. Peña voetbalt in deze wedstrijd. Aan de kant van Emmen toch het allermakkelijkste mee. Kijk maar hier. Geweldige voetballer. Door de benen bij Thomas. Achteractie van Peña. Madueke levert in. Daar wordt ook wel gretig op gereageerd. Maar kijk, Madueke heeft hem alweer terug. Madueke zelf. Supporters van PSV die het stadion niet in kunnen laten nu zien dat ze er toch zijn. Want er wordt veel vuurwerk afgestoken. Emmen verdient hier een hoekschop. Veendorp mee naar voren. Araujo is er. Kolar kan koppen. De Vos bij de tweede paal. Maar hier weggehaald door Denzel Dumfries. Schot van Peña. Boskali en Teese. Wie had dat verwacht dat dat het centrum zou zijn voor PSV? Hoe gaan zij zich houden als de tegenstander sterker wordt? Ingreep Veendorp, opgepikt Thomas. En dat scheelt niet veel, Ryan Thomas. Max, goed gevoetbald in de kleine ruimte samen met Iataren. Gakpo. Nu Rosario, ja dat is zo'n bal die dan ineens zo voor je voeten valt. En dan gaat het bier in de ronde. En nu die dubbele wissel. Einde wedstrijd voor Mohamed Iataren. En ook einde wedstrijd voor de man van het doelpunt. Nonny Madueke. De twee 18-jarigen gaan eraf. Bruma en Mauro Junior vallen in. De enige goal tot dusver. Voorzet Max. Goal van Madueke. Peña gaat zich nu toch wat meer met het spel bemoeien in de tweede helft bij Emmen. Bijl, Laursen, speelt aan de binnenkant. Goede combinatie van Emmen dat nu brutaler wordt. Overtreding, Denzel Dumfries. En een vrije trap voor Emmen op een meter of 2,23 van het doel. Wat kan Glenn Bijl? Bijl en Mvogo, hoekschop. Laat zich dus ook niet verrassen, die Zwitser. Hoekschop van Peña. Kopballetje van de Vos. Chacon. Peña. En zo schuift Emmen weer op. Bijl. Laursen. Goed balletje van Peña. Bijl. Kolar in positie. Laursen bij de eerste paal. En het overstapje verrast bijna een Vogo. En dan wordt een overtreding gemaakt ten opzichte van Mauro. Maar het is in ieder geval dreigend wat Emma hier laat zien. De rantrede van Anko Jansen. En het debuut van Luciano Carti, 18 jaar. En zorgen al die wissels voor wat afleiding, maar... wordt het spannender. Omdat PSV nog niet heeft afgerekend met Emmen. Thomas. Max opgejaagd door Anko Jansen. Oh, en Vogo, keeper toch. Het is 1-1 hier in het Philipsstadion. Wat gebeurt jou hier? Vorige week natuurlijk al niet vlekkeloos. Maar wat is dit zeg? Dat zie je toch zelden. Op dit niveau. En dan kent hij dus een verschrikkelijke start. Als keeper van PSV, Yvonne Mvogo. Dat komt hem ontzettend slecht uit, Roger Schmid. Wat een blunder. Of wordt het een dure avond voor eigen publiek? Ryan Thomas, Mauro Junior.
Donjaal Malen. Malen! En een goede redding van Telgekamp. Gakpo gaat er trouwens vanaf. Maxi Romero zijn vervanger. Philippe Max. Roema. Voorzet uit stand van Max in de kopbal van Malen. Max. En daar is hij. Daar is hij via de binnenkant van de paal. De goal voor PSV voor Maxi Romero. Wat een treffer. En wat zal hij opgelucht zijn. Dat is een enorme fout. PSV uiteindelijk geen punten kost. Eindgoed al goed voor PSV dat de wedstrijd lang controleerde zonder goed te voetballen. Lang met 1-0 voor stond tot die enorme blunder van Mvogo naar de terugspeelbal van Philippe Max. Maar het kwam dus nog goed via de winnende goal van invaller Maxi Romero na een prima voorzet van Philippe Max.